inzicht in de klant, in het verkoopproces, maar ook in wat er op ons afkomt. Die persoonlijke benadering, die werkt gewoon heel erg goed. Je bedrijf groeit hard en heeft internationale ambities. Dan is business transformatie in één keer geen loze term meer, maar dan is het absoluut bittere noodzaak. In een serie gesprekken die ik samen maak met Webs duik ik in precies dit onderwerp. Abonneer je nu op CVD-TV en bekijk de hele serie van Webs en meer dan 1300 andere gesprekken over alles wat met ondernemerschap te maken heeft. Nu tijd voor mijn gast. Welkom bij CVD-TV. Paul Vogels, welkom. En leuk dat je er bent. We gaan het hebben over business transformatie en over groei en ambitie. Dat is volgens mij een relevant onderwerp binnen jouw bedrijf, hè? Jazeker. Ja. PrimaNet heet het bedrijf. Doe even een introductie. Wat doen jullie en voor wie? Wij werken voor projectmatig werkende organisaties. Dat zijn vaak projecten moet je denken aan bouw. Dus wegen, maar ook we hebben alle grote opdrachtgevers. Dus een ProRail, een Gasunie, een Schiphol. Maakt natuurlijk infrastructuur in Nederland. Okay. Energietransitie. Dus je maakt iets wat of heel complex is. Een weg is best wel complex om te maken. Ja. Qua planning, risicomanagement, document control. Steeds meer data gedreven werken. Nou, daar helpen wij eigenlijk ondernemers. Construction engineering ondernemers. Van hoe beheers je nou je project? En dat doen we een stukje software, processen, consultie-achtige oplossingen. We hebben een eigen opleidingscentrum. Waarom? Omdat het geen officieel vak is. Je kan in Nederland of in Europa niet naar de Hogeschool voor Projectbeheersing. Een beetje het technische gedeelte van projectmanagement. En we hebben een eigen interim detacheringsbureau waarin we vakkrachten mensen leveren. En is het echt alleen bouw? Nou ja, niet alleen bouwen, maar je moet wel iets fysieks. Dus we doen bijvoorbeeld heel weinig medicijnontwikkeling. We doen heel veel medicijnfabrieken en medische fabrieken. En we doen geen IT-projecten, omdat je echt een fysiek project. Dus je moet echt iets tastbaars bouwen. Okay. Noem eens wat de leuke cases als je denkt of waar jullie nu mee bezig zijn of net hebben afgerond. Of waar je denkt, oh ja, dat is nou typisch een klantcase die heel beeldend is voor wat we doen. Energietransitie, dus het aardgasnetwerk ombouwen naar een hydrogen, een waterstofnetwerk. Er zitten natuurlijk heel veel nieuwe projecten en daily maintenance, maar ook nieuwbouwprojecten. Energietransitie is een hele grote. ProRail natuurlijk met hun stations en rails. Maar bijvoorbeeld ook een NS, die zitten tegenover elkaar en die werken samen. Dat is redelijk uniek in Europa overigens, dat je die twee los hebt getrokken. Ja. Maar ook eigenlijk alle aannemers, dus de BAMS, de Heijmans, de Structons, die bouwen van Brienenoord zijn we aan de voorkant betrokken geweest. Een Blankenburgverbinding, noem het eigenlijk maar. En Schiphol ook. Tenminste, ik las laatst dat ze behoorlijke plannen hebben de komende jaren. Ja, ze gaan weer 6 miljard uitgeven. Dus we helpen ze zeker. Maar doen nu bijvoorbeeld meerjaar onderhoudsplanning voor ze. Want er moet heel veel gebeuren. Investerings- en onderhoudsportfolio plannen we uit. Dus ze weten vanuit een stukje asset management wat er allemaal moet gebeuren. Je zet een nieuwe roltrap neer. Krijg je gewoon van de fabrikant op over 10 jaar kleine beurt, over 20 jaar grote beurt. Bij wijze van spreken. Ja. Dan moet je nu beginnen om te plannen. Want over 10 jaar heb je in één keer zo'n bulk van werk dat gewoon niet meer past. Qua fysieke, logistiek, menskracht, middelen, dat soort zaken. Ja, je moet gewoon een bak met geld uitgeven om die dingen te laten draaien. En wat hebben jullie met Oracle? Wij zijn Primavera dealer. Dus wij PrimaNet, Primavera Nederland. Begin jaren 80 begonnen als dealer van het bedrijf wat toen nog Primavera Inc. heette. En Oracle heeft eigenlijk 2008 het bedrijf Primavera, dus niet ons bedrijf, maar de softwareleverancier. Wij zijn een dealer, een reseller. Ja. Zijn wij eigenlijk Oracle partner geworden. En zijn heel erg op die trein gesprongen van Oracle, wat zij noemen het Smart Construction Platform. Dat is echt een software. Oracle werkt in verticals, dus voor de hospitality hebben ze iets anders dan voor de construction engineering. Energy and Water valt daar bijvoorbeeld ook onder. Zijn we Oracle dealer. Maar we zijn wel een hele grote in onze applicatielandschap. Want jij zegt je zegt software, je zegt consulting en detachering, zeg ik even heel plat. Kun je opleiden? In orde van grootte, hoe is die verdeling als je kijkt naar jouw bedrijf? Ik denk een derde software gerelateerd. We doen heel veel SaaS-transities. We komen echt nog uit de diskettes-tijdperk, begin jaren 80. Voor de jonge kijkers, even googelen wat een diskette is. Ja, dat is de 3D-print van het opslaan-symbooltje, hoor ik altijd. Dus we hebben die hele transitie, zeg maar, ook qua digitalisering meegemaakt. Dus dat is ongeveer een derde gerelateerd. Wij doen direct support, dat is ook uniek bij Oracle. Dus je belt met PrimaNet in plaats van met Oracle als het kapot is. Ja. Een derde diensten verdeeld over opleidingen, software
consultancy, zeg maar, hè, dus de implementatie. En daar komt nu wat detachering bij. Hè. Dat hoe groot is het bedrijf nu? 35 man ongeveer in Rotterdam, tegen Rotterdam aan, Capelle aan de IJssel. Is en jouw... we zijn een nieuw bedrijf begonnen in Duitsland 2 jaar geleden. Maar dat is nog relatief klein nu nog? Of? Relatief klein, maar als je... Ik werk 11 jaar geleden toen ik denk dat ik nummer 12 of 13 was op de payroll. Dus 3 keer zo groot, dat gaat wel hard. Het is een relatief klein bedrijf. Het is echt wel een niche markt. Dus, En jouw bedrijf, hè? Of tenminste, samen aan... Samen met mijn compagnon Mark. Allebei bijna 5 jaar geleden management buyout gedaan. Ik werk er al 12 jaar. Dus samen... besturen en bestieren. Even een zijstapje, hoe heb je het gefinancierd toen? Want een bedrijf kopen, de meeste mensen die er werken, ja, die hebben prima salaris, maar om alles zelf te bekostigen? Nee, een deel bankair en een deel spaarrekening. Het was al een wat langer traject, dus we wisten dat er aan kwam. En ik heb altijd me laten vertellen, laat ik het zo zeggen. Ja. Als bankair gefinancierd wordt, dan heb je een hele goede sanity check. Hè? Als je echt met durfinvesteerders aan de slag moet, dan betaal je te veel of levert het te weinig op. Ja. Wij zaten al 5-6 jaar in de directie toendertijd, hè? Dus nu 10 jaar geleden. En mijn compagnon die werkt al 25 jaar bij het bedrijf. Dus wij kennen het bedrijf van haver tot gort. Ja. En gewoon ook heel, heel eerlijk, oprecht, goed uitgekomen met aandeelhouders. 1 van de 2 oud-aandeelhouders werkt nog steeds met ons samen. Ja. Een stukje commerciële advisering doet hij. Een beetje gespaard en een beetje van de bank. En inmiddels, half jaar later kwam corona, zijn we daar wel weer helemaal uit. Dus nu volledig zelf gefinancierd. Ik opende met je bedrijf, naar de kijker, toen je bedrijf groeit hard en heeft internationale ambities, dan is business transformatie aan de orde. Wat zijn jouw groeiambities? En mijn ambitie is heel groot, die van mijn compagnon gelukkig ook. Die is wel iets ouder, dus daar, dat moet wel in tempo met elkaar lopen. Wij zijn echt 10 jaar geleden samen beginnen te bouwen aan robuustheid van de organisatie. Systemen, processen, mensen in beginnen te investeren. Ja, toen dat allemaal klaar stond, langzaam maar zeker naar het buitenland. We hebben best wel veel buitenlandse projecten. We doen bijvoorbeeld ook onze baggermaatschappijen bijvoorbeeld in Nederland. Hè, een Boskalis of een DME of Van Oort, dat soort bedrijven. Mm-hmm. Natuurlijk heel veel internationale projecten. Dus die kennis in Nederland opdoen en mee naar buiten. Ja. Nemen was toen al misschien wel 20% van onze business. Mm. Er kwam best wel wat in Duitsland bij. En toen hebben we gezegd, ja, dat is eigenlijk net te dichtbij om alles remote te doen. En net te ver weg om daar niet lokaal iemand te hebben zitten. Dus we zijn met 2 jaar, 3 jaar geleden daar in Frankfurt een vestiging gestart. Zit nu een business developer op, begint echt te lopen, lopen wat vacatures. We hebben in Nederland twee Nederlandse mensen, maar wel met een Duitse achtergrond. Hè? Vader uit Duitsland of moeder uit Duitsland of uit Oostenrijk. Die nog heel veel die interim consultie klussen hebben gedaan. Mm. En de meeste bedrijven beginnen wel steeds internationaler. Hè? Dus ook gewoon Engels sprekend in Duitsland is in ieder geval middelmanagement naar boven toe. Yeah. Echt wel aan de orde van de dag. Wettelijk nog wel geregeld, alles onder MBO 4 moet in Duits getraind worden bijvoorbeeld. Dus dat is nog wel een uitdaging. Maar dat is, ja, Duitsland loopt qua digitale transformatie nog wel een beetje achter. Ja. Was vorige week voor 3 minuten op en neer naar de notaris om een handtekening te zetten voor een adreswijziging van de Kamer van Koophandel. Dat is gewoon 1,5 uur sturen, 3 minuten tekenen en 1,5 uur terug. Dus ja, daar zijn nog wel wat slagen te maken. En dan zeker ook nog in onze branche, hè, qua planningen en projecten en risicomanagement, dat soort dingen. Ja, dus, dat begint echt wel te komen. Ja, ik weet nog dat ik in, wat was het, Keulen was of zo, dat ik het bijna nergens digitaal kon betalen. Ook. Nee, van, paar geld, standaard daar. Ja. Plan je vooruit. Je schetst het bedrijf waar het nu staat. En zometeen hoe je daar gaat komen. Maar heb jij een soort van groeiplan na over een aantal jaren wil ik, als het gaat om aantal FTE's of omzet of landen? Of heb jij een roadmap? Ja, we hebben wel met het MT en met mijn compagnon van we willen organisch groeien. Hè. Dat is wel echt onze ambitie. We moeten alle mensen zelf opleiden. Dus wat dat betreft, buy and build is een beetje hip op dit moment. Ja. Dat is lastig. Alhoewel we dat al wel 2 of 3 keer hebben geprobeerd. 1 keer in Nederland, 1 keer in Duitsland. Dat is niet gelukt. Omdat de aandeelhouder in Duitsland die verkocht toch een andere aandeelhouder. Hmm. En in Nederland ging de organisatie naar private equity toe. Dat is natuurlijk financieel onhaalbaar voor 2 DGA's met de spaarrekening. Ja. Dus ja, wij hebben echt wel wat landen op de radar staan. Ik vind Noord-Amerika heel leuk, USA. Het is meer een persoonlijke ambitie om daar iets te doen.
Hij vluchtte nu een beetje met partners om samen iets daar te gaan doen. Canada, East Coast, heel klein beetje West Coast. Omdat in Amerika is het vak heel volwassen. En dat is in Europa niet. Dus als je daar naartoe gaat... Amerika is natuurlijk een softwareland. Hè. Die denken in 1000 licenties, bij Europeanen in 10 licenties. Ja. Een van jouw podcastgebruikers zei iets over... gebruikers heb je alleen bij software en bij drugs. Ja. Dat is natuurlijk in Amerika echt wel zo. Ja. Een CEO zegt daar, we rollen het gewoon uit, 1000 licenties. Ja, ik kom heel erg uit softwarehoek. Ja. Ik heb altijd software verkocht bij een vendor, hè, dus bij een producent... maar ook bij implementatiepartners. Ik heb informatica gestudeerd, dus ik weet ook nog een heel klein beetje... hoe het werkt aan de achterkant. Ja. En dat maakt die advisering wel leuk om dat businessproces te vertalen... eigenlijk in die digitale transformatie. Wel je verzekeringspakketje wat uitbreiden als je in Amerika zaken doet, lijkt me. Ja. Nou moeten jullie dat sowieso wel, denk ik. Wij hebben onze verzekeringsagent zegt elk jaar... Paul, jullie zijn hartstikke gek dat je zo diep verzekerd bent. Maar wij hebben klanten à la Shell, dat soort... Ja. partijen en aan de andere kant Oracle als leverancier. En dan komt dat kleine PrimaNet met 30 man rond te wandelen. Weet je, zegt, je bent verzekerd alsof je de Nederlandse bank bent. Ja, maar you don't want to be squeezed in the middle. Precies, ja, dus contracten zijn altijd een ding natuurlijk bij ons. Laten we eens inzoomen op, want we maken deze serie samen met Webs. Laten we dat eens concreet maken. We kunnen schreeuwen, Webs is heel goed en zo. En die doen met HubSpot dingetjes en zo. Nou, jij bent een case. Ja. En dan zoomen we met name in op de commerciële organisatie volgens mij. Hè? Want daar heeft het met name mee te maken. Schets die commerciële organisatie is en hoe die transformeert nu. Ja, toen wij 5 jaar geleden, ik denk dat dat een goed startmoment is, hè, toen kochten wij de zaak en een van de aandeelhouders die was commercieel verantwoordelijk. Of commercieel mee aan het werk. 4 dagen in de week nog lekker, gewoon bij klanten langs. En dat was, ik deed natuurlijk wat sales. We hadden toen wel een jonge sales aangenomen, accountmanager aangenomen, omdat we wisten dat onze aandeelhouder in casus, die ging op een gegeven moment een keer stoppen. Mm-hmm. En die zei van laat maar weten hoe lang je me nog hebt. Vind ik superleuk om te doen. Die zit nog steeds bij ons. Dus 5 jaar na dato werkt hij nog steeds elke week lekker met ons mee. Maar wij kwamen heel erg van de mond tot mond reclame. Hè? De buurman heeft het ook. Ja. Of wij komen op een project en daar wordt met Primavera heel vaak gepland. Hè? Want dat is wel echt de marktstandaard. Kun je dat bij ons ook eens niet komen brengen? Mm-hmm. In die schaalbaarheid kun je daar niet op groeien. Dus er moest iets bij aan marketing. Ja, we deden relatief weinig aan marketing. Toen zijn we op zoek gegaan. En die internationale ambitie was er. Zijn we op zoek gegaan naar een bureau wat... lokaal presence had, maar wel ook met een internationale backbone die dat kon doen. Het is een relatief kleine partij in Eindhoven, niet Webs, daar komen we later bij. Zijn we terechtgekomen en die hadden een Engelse soort supplier op de achtergrond. En dat werd, na een half jaar werd dat overgenomen. Hè? Dus die partner die wilde graag uit gaan breiden, die kocht dat kleine bureautje. En zo zijn we eigenlijk 1,5-2 jaar met marketing vooral aan de slag gegaan. Tuurlijk, hè. Alles met HubSpot destijds al om dat salesproces sneller te laten gaan. Ja. Een software sales duurt gemiddeld 6 tot 9 maanden. Ja. Nou, als je er 1 maand van af kan snoepen, dan kun je 3 trajecten meer doen per jaar, bij wijze van spreken. Nou, daar zijn we heel erg mee doorgegaan. Alleen wij merkten dat die stap naar Engeland eigenlijk te hard ging. Hè? Dus we hadden dat cozy gevoel, dat hadden we niet meer van die partij die soms gewoon fysiek naast ons stond. Kwamen uiteraard wel eens af en toe over, maar wij geloven heel erg ook vanuit onze kernwaarden. Hè? Onze kernwaarden zijn trots, waarbij de eerste T voor team staat. We moeten dat samen doen en dat werkt niet alleen maar remote. Dat werkt heel goed remote, maar je moet die relatie blijven onderhouden. Toen zijn wij na 2 jaar op zoek gegaan van wat hebben we nou nodig? Dan zijn we toch al uitgekomen met weer die lokale Nederlandse partij om de daden kennis. We moeten heel veel kennis eerst bij ook zo'n webs hebben we dat echt moeten zien om te vertellen wat wij nou doen. Ja. Om het te kunnen vermarkten en te kunnen verkopen. Ja. En we hebben eigenlijk gewoon een hele ordinaire pitch gehouden. Webs, nog een andere partij. HubSpot was wel een must voor ons. Want die had je al, daar werkte je al mee. Die hadden we al en ik zag gewoon wat HubSpot kan. Ook gewoon als je maar lang genoeg in software zit, dan zie je een beetje hoe zo'n bedrijf als HubSpot zich ontwikkelt. En we hadden die andere partij ook nog wel gevraagd, maar wel gezegd, dit is wat we met de kennis van nu, zouden we dit graag anders willen. Nou, een hele goede pitch. Ik ken toevallig een van de accountmanagers van Webs, omdat ik daar in het verleden mee samen heb gewerkt. Ja, en we hadden het in het voorgesprek over, ik ben een Brabander. Ja, dat
persoonlijke benadering, die werkt gewoon heel erg goed. Die komen gewoon echt regelmatig bij ons op kantoor. We zitten in Eindhoven op kantoor. En toen is echt op, ja, ook een stukje onderbuikgevoel, is het toch Webs geworden. Zijn we super blij mee. En ze zijn natuurlijk HubSpot lead partner al een paar jaar. Ja, zij hebben ook wel die visie om dat door te ontwikkelen. Dus ze hebben een hele gezonde basis. Hebben zij doorontwikkeld. Dat staat nu 2 jaar. Zij hadden ook iets in Duitsland. Ja, dat was voor ons ook wel een must. Want die was ook al wel heel concreet. En daar zagen we dat je met... Ja, met DeepL en AI kom je er net niet, zeg maar, in Duitsland. Mm. En in Duitsland moet alles heel gründlich en puntlich zijn. Ja. Dus TechFight word je heel hard op afgestraft in Duitsland. En waarom HubSpot? Wat kenmerkt HubSpot waardoor jij daar zo enthousiast over bent? Nou, ik geloof heel erg in geïntegreerde software. Hè. Dus marketing, sales en service hebben zij geïntegreerd. Het is heel schaalbaar wat dat betreft. De ontwikkelvisie daarachter, als je af en toe luistert en kijkt naar wat zij doen. We zijn er per ongeluk tegenaan gelopen. Ik heb ooit in een grijs verleden CRM software verkocht. Dus ik wist wel een beetje, hè, HubSpot, Salesforce, dat zijn de 2 grote. Mm-hmm. HubSpot zit veel meer op die industrie. Focus. En daar kwamen we in aanraking eigenlijk met dat andere bureau. En ja, zij hebben eigenlijk namens ons of voor ons gekozen van, nou, wij werken hierop. Omdat dat heel erg, zowel de website als de content, als de marketing, als je pipeline, dat zit er gewoon allemaal in. Mm. En wij kwamen van exact CRM af. En dan is een sales door boekhouders gemaakt. Ja, daar kunnen wij, sales kunnen wij daar niet mee werken. Dus ja, HubSpot werkt gewoon heel intuïtief met een appje, met een Outlook plugin, et cetera. Ja, dat is het gereedschap van een verkoper, hè? Outlook in je telefoon. Ja, en wat zijn de effecten van om zeg maar dat woordje business transformatie lading te geven. Als je dan kijkt naar de oude situatie waar bij wijze van spreken een paar mensen in de auto rennen en via om een klantje scoren tot en met een HubSpot integratie waarbij van allerhand dingen gaan gebeuren. Wat heeft dat betekend voor de organisatie? Ja, we hebben nu echt ook in die 5 jaar een sales team. Hè, dus we hebben een marketeer. We hebben inmiddels een nieuwe sales in Duitsland aangenomen. Dus ik kan vanaf voor naar achter helemaal doormeten. Hè. Dus als we een campagne bedenken voor deze doelgroep, dan zien we hoeveel mensen in welk stadium erin komen. Ik zit nu 1 keer in de week naar mijn pijplijn te kijken van, hey, jongens, er komen ook een aantal rapporten ontwikkeld naar de consultancyorganisatie. Hey, er komen 100 dagen waarschijnlijk in dit product. Hè, onze productenportefeuille is redelijk breed. Hè, van planning tot risicomanagement tot asset management, noem maar op. Dan moet ik wel tegen onze consultancy manager zeggen van, ja, de nieuwe collega's zou ik even in planning opleiden. Want er komen 10 opdrachten op Oracle Primavera Cloud aan. Dus ik kan heel erg van het begin tot echte operatie meten wat we doen. Nou, dat overzicht hebben we nooit gehad. Dus die schaalbaarheid, die kun je nu ook meten van een beetje meer naar links, een beetje meer naar rechts. En dat haalt wel dat geïntegreerde, zeg maar. En wat is dan ook de rol van een Webs? Want je zou kunnen zeggen, nou, dat HubSpot draait op een gegeven moment. HubSpot draait, ja. Zij doen ook gewoon echt onze marketing. Hè. Dus zij bedenken mee welke campagnes, welke content we creëren. Zij hebben HubSpot wat verder ingericht. Hè. Dus ook echt marketing en sales. Sales funnels, sales processen, lead nurturing. Hè. Dus zij richten ook echt wel. En de tweede 2 jaar, zeg maar. Hè. Dus de eerste 2 jaar hadden we de basis gelegd op marketing. Webs gaat er nu op sales heel erg in door. Maar ook al die doorontwikkeling in HubSpot. En volgend jaar stoppen we opnieuw de pijlstok erin. We gaan er misschien wat meer naar Duitsland toe moeten, of wat meer naar Nederland toe moeten. Ja, dan zien we dat weer. Ze kunnen daar ook heel flexibel in mee denken. Hoe doen jullie marketing? Want het is een hele specifieke doelgroep. Het is best wat je zegt, een niche doelgroep. Dat is niet van de hippe social media campagne met influencers en zo. Hè? Nee. Hoe ziet jullie marketing eruit? Ja, wij eigenlijk over het succes van onze klanten. Hè, we noemen dat al 30 jaar prachtige projecten. Dus wij hebben heel veel platen naar buiten. Gewoon echt visuele platen. Van een windmolenpark of van een offshore. Dat de Pioneering Spirit zo'n oliedek doet. Kijk, we proberen bij onze potentiële klanten de complexiteit van projectplanning bijvoorbeeld. Dat is een beetje de basis van ons projectbeheersingsvak. Als je die complexiteit kan grijpen en zegt, ja, het is beheersbaar, maar dan moet je mensen, processen, tools in hebben gericht. Ja, dat ze eigenlijk op het succes van een andere klant toch wel
bij ons komen. Ja, ja, ja. Kijk, met software promoten, ja, daar wordt niemand gezelliger van. Dus ja, daar gaan we niet mee winnen, zeg maar. Hè. Primavera is een planningspakket. Nee. Excel is ook aan de straatstenen niet kwijt te raken. Nee. Dat doe je vooral over de inhoud. En dat is bij ons echt die projecten, die grote projecten, dat is waar wij onze marketing mee doen. Is het nog marketing? Of, want er was natuurlijk ooit een tijd dat je de bekende uit van je duwt een euro de marketing in en 50 cent die is verloren, je weet alleen niet welke 50 cent. Ja. In hoeverre is het nog marketing en in hoeverre is het sales? Want ik kan me voorstellen, als je op een gegeven moment die hele funnel, jij kan gewoon uitrekenen, als we er zoveel indouwen, dan komt er aan de achterkant, komen er zoveel klanten uit. Of is het nog niet zo makkelijk? Nee, het is nog niet zo makkelijk, omdat die klant die weet eigenlijk, kijk, dat vak bestaat niet. Dus die klant die weet niet wat hij nodig heeft. We hebben heel veel klanten die komen binnen en die zeggen, ja, ik moet Primavera hebben, want dan gaat het beter. Dan zeg ik, ja, dan kan ik morgen Formule 1 auto kopen. Ben ik echt niet sneller op mijn werk. Heb ik een veel betere tool, maar ik kan nog steeds niet sneller op mijn werk komen. Dus wij hebben heel veel verkeerde aanvragen, noem ik dat altijd maar. Dan willen ze iets hebben, dan zeg ik, ja, hoe zit je proces? En hoe plan je nu? Ja, nee, we plannen nu niet. Ja, dan kan ik al mijn systeem, maar dan los je geen probleem op. Dus wij proberen vooral die awareness, dat is heel belangrijk, dat er een mechanisme bestaat, een methodiek bestaat, projectbeheersing, wat onderdeel is, bestaat uit mensen, processen en tools. En daarmee ga je eigenlijk meer grip op je projecten krijgen. Ja, het is de combinatie van, het is wat dat betreft de hele logische combi van die software, van de expertise van consultancing. Ja. En dan als je ook nog handjes kan leveren, is dat super, super. Ja, en dat is het mooie van die, we noemen dat full service pakket. We hebben eigenlijk 5 business units. Wij kunnen die klant altijd helpen naar de volgende stap. Ja. Alleen ik weet nog niet waar ze nu staan en waar ze naartoe willen gaan. Ja. Dus we hebben allerlei, we hebben bijvoorbeeld een project control scan opgezet al jaren geleden. Waar je eigenlijk gewoon in een x aantal interviews gaat vragen van, ja, maar hoe doe je nu je werk? En wat zou nou utopisch gezien, wat zou je nou willen hebben? En dan zeg je, ja, ik zou wel van die 10 Excel sheets af willen. Of ik zal wel gewoon één inzicht, waar zit mijn capaciteitsbehoefte de komende jaren? Of waar zit, als we met de CFO praten, waar zit mijn risico nou? Het zijn allemaal hele simpele dingen, maar met elkaar maakt het heel complex. Dus we kunnen in zo'n scan bijvoorbeeld zeggen, oké, als je deze stappen doet, en het kan op data zijn, want data wordt steeds meer belangrijk. Daar heb ik echt een business unit voor staan. En natuurlijk uiteindelijk ook naar AI en dat soort dingen, maar dat het voorspelbaar wordt. Mensen opleiden. Kijk, planning is maar een wiskundig trucje. Maar als je 80.000 activiteiten moet plannen met de hand, ja, dan kan Primavera dat veel sneller. Hè? Dus software is dan weer heel belangrijk. Opleidingen, dat mensen bewust worden wat er nou allemaal speelt. En ja, gewoon Babylonische spraakverwarringen. Een buffer. Wat is een buffer? Is dat nou een management reserve? Is dat een risico? Of is dat, van wie is die? Is die van die projectmanager? Of is die van die projectorganisatie? Gewoon is alle neuzen dezelfde kant op. Dat kan al in een dag, principes heet dat bij ons, principes van projectbeheersing. Kan in een dag training dat iedereen denkt, oh, maar nou hebben we het over hetzelfde. Terwijl iedereen dacht het over hetzelfde te hebben. Terwijl ze echt 180 graden anders aan het kletsen waren. Wat kun jij aangeven wat het jullie oplevert? Zo'n transformatietraject waarbij je HubSpot volledig geïntegreerd hebt, een bureau langs de site die je ermee associeert. Kun je inzien wat het jou oplevert? Ja, inzicht. Inzicht is echt denk ik wel het belangrijkste. Hè? Dat bijna, we hebben die discussie op management team natuurlijk. Hè? Want er gaat een heel mooi appartement per jaar gaat erin aan, dan moet je, daar aan heb je kosten. In percentages, kun je dat aangeven aan kosten? Wat het ten opzichte van omzet? Of, ik denk 2%. 2-3%. Dus dat is relatief weinig. Maar ja, we hebben, kijk, in de software, SaaS heeft niet heel veel marges, vooral aan die recurring kant zit dat. Dus daar gaat best wel veel marge in onze inkopen weg. Maar 2-3% zit er zeker wel, wel in. En dan heb je het echt over 6 cijfers, hoor. Dus dat is wel serieus. Wat we zeker nu erin aan het stoppen zijn, en dat zal misschien op termijn wel wat minder worden, maar we moeten echt, 5 jaar geleden gaven we 15.000 euro aan marketing uit. En dat waren dan de vlaggen en de banners en de visitekaartjes. Ja, daar gaan nu alleen HubSpot is al duurder, zeg maar, dan wat we hadden. En het levert inzicht op, wat er meer? Ja, inzicht en controle. Hè. Vroeger renden we voor 1 licentie Primavera. Je stapte in de auto naar Friesland. En dat doen we nog steeds, als dat moet. Mm-hmm. Als daar iets uitkomt. Maar je ziet gewoon van, ja, maar die man die heeft al 28 keer de website bezocht. Die wil echt wel iets anders dan 1 Primavera licentie. Dus kijk, klanten zijn, allergisch is niet het juiste woord. Maar men wil niet heel graag hebben dat je ze iets verkoopt. Nee. Dus we willen heel erg naar dat inzicht toe. En dat geeft, ik denk echt wel dat het sleutel is inzicht in de klant, in het verkoopproces, maar ook in wat er op ons afkomt. En dat is aan de consultancy kant, dat is aan de interim kant van,
ik heb zoveel opdrachten, moet ik 5 mensen aangenemen of 2 mensen aangenemen? Ja, dat zijn voor ons, hè, want we financieren alles zelf. Ja. Dat zijn wel hele belangrijke beslissingen. Want dat is, of er nou 50.000 euro in de maand naar buiten loopt of 10. Bankzitters zijn heel duur wat dat betreft. Lessons learned. Als we kijken naar het even inzoomen op dat transformatieproces. En de afgelopen 5, weet ik veel hoeveel. Want wanneer heb je HubSpot soort van ingeschakeld? Hoe lang geleden hebben we het dan over? De eerste keer? 3,5-4 jaar geleden, denk ik. Wat zijn de lessons learned? Ja, ik denk toch dat hele proces wat beter in kaart moeten hebben waar we naartoe willen. We hebben de eerste 2 jaar heel veel wisselingen gehad van de agency. En dat konden we niet. Aan de voorkant kun je dat bijna niet afdekken. En dat wisten zij ook niet. Op het moment dat we het contract tekenen met dat Eindhovense club, wisten ze niet dat ze door hun onderaannemer een half jaar later overgenomen werden. We moeten heel erg, cultuur is natuurlijk een heel belangrijk woord. Een internationale marketing agency werkt wel heel anders remote dan een lokale. En als ze nou uit Eindhoven of Amsterdam komen, dat maakt op zich niet uit. Alleen het samen is bij ons heel erg belangrijk. Omdat wij zo'n onbekend vak hebben. Ja, er zijn heel weinig projectbeheersingsbureaus op deze schaal die dit doen. Mm-hmm. Moet webs ook heel veel leren. Die hebben ook heel veel tijd en energie gestopt in. Ja, maar wat is nou planning? En we hebben buyer personas natuurlijk het geëikte verhaal om die te ontwikkelen. Je maakt zo een foutje. En een foutje in projectplanning is natuurlijk cruciaal. Maar ook als je het verkeerd positioneert, dan krijg je eigenlijk de verkeerde klanten. Dus daar hadden we misschien wat kleiner, wat langer over na moeten denken. Achteraf, en dat is natuurlijk super makkelijk, hè? Achteraf is het mooi wonen. Dat hadden we op dat moment ook niet kunnen zien. Maar ja, als ik daar nu op terugkijk, dan hadden we het misschien anders aan moeten pakken. En wat zijn de eisen voor webs voor de toekomst? Willen ze jullie agency blijven? Duitsland moet daar echt wel door. Hè. Daar zijn ook al wat ontwikkelingen bij webs gaande. In Nederland, hè, het door blijven ontwikkelen qua HubSpot, maar ook qua onze organisatie. Onze organisatie verandert heel erg. Dus aan de contentkant, ik sluit niet uit dat webs wat minder zal gaan doen in uren. Hè, omdat we op een gegeven moment heel veel content hebben of zelf kunnen maken. Mm-hmm. En als de schaalgrootte hebben, ja, dan is het ook makkelijker om een contentwriter in eigen dienst te hebben. Ja, mm-hmm. En die verdien je dan heel plat gezegd wel wat sneller terug. Ja. We zijn nu te klein om al die disciplines, hè. Webs heeft alle disciplines in huis. En ik heb een uurtje een contentwriter en een uurtje een SEO-specialist en een uurtje een website-specialist. Ja, als je dadelijk over 10 jaar 5 landen hebt en een organisatie van 80 man hebt, ja, dan kun je misschien 1 of 2 kritieke rollen wel in eigen huis. Ik geloof heel erg dat je mensen dicht bij je moet hebben. Mm-hmm. En dat doen de jongens en meiden van Webs ook. Die komen heel graag bij ons. En we gaan eens af en toe borrelen of padellen of net iets leuks samen doen. Dat helpt wel het samenwerken. En dan nog een laatste vraag even als ondernemer. Want dan denk ik toch, we hadden het voorgesprek ook over. Ik maak met Marktlink ook een serie over verkoop van je bedrijven zo. En ik ken die private equity markt een beetje. En die groeiambities die je schetst. Hoe groot acht jij de kans? Want je zegt autonome groei ga je voor. Hè? Ja. Dus vanuit je eigen broekzak gewoon gaan groeien. Ja. Hoe groot acht jij de kans dat er toch over een jaar of over 2 jaar... dat er wel ergens een buy and build plaatsvindt met private equity van een aantal collega's. En dat ze zeggen, sluit eens aan. Wat zou je dan zeggen? Dat zal heel erg aan de partijen liggen. Hè. Ik heb ook best wel ook van dichtbij wat private equity verhalen gezien. Hè. En in ons eigen bedrijf, maar ook in andere bedrijven. We hebben de afgelopen 5 jaar zijn we 3 keer tegen een kans gelopen om iets te kopen. Mm-hmm. Of een opleidingscentrum, of een bedrijf in Nederland, of een bedrijf in Duitsland. Hè, of een deelparticipatie. Hè. Dat is, dat vind ik wel echt ondernemen. Maar goed, mm-hmm. 5 jaar geleden als echt groot ondernemer gestart. Hè. Toen ik 18 was, klein bedrijfje gehad. Maar echt als echt ondernemer, met personeel en kantoor en een boekhouder, et cetera, gestart. dat vind ik wel de ultieme stap. Maar dat wil ik wel heel erg gecontroleerd. En we willen heel erg, een mogelijke partij zal echt heel goed bij ons moeten passen. Ja. Die zal een visie moeten hebben op projectbeheersing. Hè, dat vind ik heel belangrijk. Dat is echt onze core, maar dat leven ook. Hè. In trots is de laatste T van toewijding. Hè, passie voor het vak. Voor het vak voor projectbeheersing. Dat moet niet van die wilde cowboys zijn die zeg maar willen stapelen. Hè. Dus die moeten ook echt wel al een visie of iets hebben in dat. Ja, en dan denk ik dat, kijk, PrimaNet in Europa is best wel een bekende speler. Hè, ook in Amerika. Ik zit regelmatig bij Oracle aan tafel. Binnenkort naar Oracle Cloud World.
ja, ze moeten ons wel kennen en ons op de kennis. Hè, daar zit bij ons, zeg maar, denk ik, een verdienmodel. Mm. Ja, als je voor 5 keer de EBITDA ons wil kopen, dan gaan we het nooit doen, want wij zitten aan de onderkant van die groeicurve. Mm. Nou, misschien zijn er van die gekken die dat wel willen, zeg maar. Alleen, ja, het moet bij ons wel in de visie passen op projectbeheersing. En niet om te cashen. Hè. Ik ben 42, moet nog 25 jaar werken. En daar heb je ook heel veel zin in. Daar heb ik heel veel zin in. Ja. En ik heb wat dat betreft heel veel energie en heel veel ambitie. Ja. Ook internationaal. Ja, dat is gewoon leuk om andere culturen te zien. Hoe Amerikanen daar tegenaan kijken. Ja. Of Duitsers of Fransen wat dat betreft. En daar zit echt wel heel veel verschil. En dat vind ik... Ik moet wel regelmatig iets nieuws zien, want... Ik ben niet het type om op een winkel te passen. Nee, dan word je verveeld. Dan word ik verveeld, ja. Ik heb ooit zo'n disc ding gedaan. Ja, rode energie staat er bij mij, zeg maar, redelijk bovenaan. tot vervelings van mijn vrouw aan toe af en toe. Ik moet wel blijven bouwen, blijven ontwikkelen, blijven leren. Ja, dat vind ik gewoon heel belangrijk. En met het team, hè, die samen... We hebben een heel hecht team. En dat is wel belangrijk. En dat zie je... Ja, culture eats strategy for breakfast, zeggen ze wel eens. Ja, dat is echt wel zo. Dat remt van je af als dat niet goed gaat. Ik wens je heel veel plezier en heel veel succes de komende jaren met alles wat je gaat doen. En dankjewel dat jij mijn gast was. Ja, dankjewel. Ik vond dat ik er mocht zijn. En dit was het verhaal van Paul Vogels van PrimaNet. Een verhaal over business transformatie uit een serie die ik maak samen met Webs. En als je denkt, hey, ik wil die andere gesprekken uit de serie ook heel graag zien. Dat kan. Als je op YouTube zit, blijf even hangen. Dan krijg je zo meteen 2 andere afleveringen te zien. Vanzelf en automatisch. Zit je te luisteren naar de podcast, even er doorheen zoeken. Ze staan er allemaal in. En abonneer je op onze kanalen van 7DTV, want dan mis je helemaal niks meer. En dan maak je wij ook nog eens een keer super blij. Voor nu, dankjewel voor het kijken. En namens Webs, dankjewel voor het luisteren. Hoi!